Goedemorgen en hartelijk welkom bij de ochtendshow To Go. Geen enkel bedrijf zorgt voor zoveel klachten als PostNL. Met name de levering van pakketten en de klachtenafdeling liggen onder vuur. Bij veel consumenten ergernis nummer 1. Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond, wil zo snel mogelijk om de tafel met PostNL. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou de meest gehoorde klacht van die pakketbezorgers, over die pakketbezorgers? Dat de bezorger zegt dat je niet thuis bent, terwijl je wel thuis bent. Dat de pakketjes op een rare manier bezorgd is. Over de schutting gegooid, in de kliko gegooid, door de brievenbus gepropt. Waardoor of je pakketje kapot gaat of de brievenbus kapot gaat. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen of we zien het wel voorbij komen. Ja, super bizar en onhandig en vervelend. Ja, nogal. Als dat gebeurt. Ja, we gaan er zo meteen uitgebreid over hebben. Wel een reden om de kliko's in de gaten te houden als je een computer wil hebben bijvoorbeeld. Verder neemt comedian Steven Brunswijk zijn maand met ons door. Wat waren volgens Steven de 3 meest opvallende nieuwsmomenten van maart? En ja, we horen het zo meteen van jou, Steven. Nu eerst het nieuws van vanmorgen. In de geruchtmakende Deventer-moordzaak zijn opnieuw aanwijzingen gevonden voor vervalsing van bewijs door de technische recherche. Op het teruggevonden CD-ROM uit de jaren 90 zou blijken dat vingerafdrukken zijn gewist en dat de cruciale pagina's in het procesverbaal ontbreken. Volgens de advocaat van Lauwers bevestigen deze gegevens dat hij onterecht veroordeeld is voor de moord op de weduwe Wittenberg. Ja, en het kabinet geeft geen extra geld uit om de problemen op de hoge snelheidslijn op te lossen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Tientje van Veldhoven vindt dat de NS en ProRail moeten stoppen met klagen en eerst zelf de problemen moeten aanpakken. Door een softwarebug vielen er sinds de zomer zo'n 100 treinen stil op het traject, wat leidde tot veel vertragingen. Bij bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt de ziekte vaker gevonden dan verwacht. Dat blijkt vandaag het onderzoek in opdracht van het RIVM. De test spoorde 85% van de darmkankers op, terwijl werd uitgegaan van slechts 3/4. Ook is de opkomst hoger dan verwacht. Ja, allemaal ergernissen bij PostNL, namelijk pakketjes die nooit aankomen of in een kliko belanden, postbezorgers die voor jou alvast een handtekening zetten of een bezorger die onterecht aangeeft dat je niet thuis was. Het zijn slechts een paar van de vele klachten over PostNL en voor de Consumentenbond is de maat nu vol. Die wil in gesprek over de problemen bij Nederlands grootste postbezorgingsbedrijf. Gerard Spierenburg, jij bent woordvoerder van de Consumentenbond. Ja, waar gaat het nu precies mis? Ja, het gaat op een heleboel vlakken mis. We krijgen veel klachten over PostNL. Het is al jarenlang het bedrijf dat zorgt voor de meeste klachten bij ons op Klachtenkompas. Dat is ons online klachtenforum. Consumenten klagen vooral over bezorgers die ten onrechte aangeven dat je niet thuis bent. Krijg je dan een briefje in de brievenbus. Ze klagen ook over kwijtgeraakte pakketjes of pakketjes die niet bezorgd worden. En over de klachtenafhandeling. Ja, heel eerlijk gezegd, ik herken ook die klachten. Ik klaag zelf ook wel eens. Ik ga dan niet helemaal naar het forum. Steven, heb jij daar ook last van? Pakketjes absoluut die niet bezorgd worden? Niet. Waarom niet? Haal je pakketje op bij een pick-up point, lamzak. Ja, ik doe dat. Want ik wil mijn buren nooit te veel belasten. Maar inderdaad, als je het dus niet doet, dan is er gedonder. Ja, ik woon in een hele leuke wijk waar ik mijn pakketjes ook gewoon bij de buren kan bezorgen. Dus ik heb gelukkig ook een hele fijne pakketbezorger hoor. Maar er zijn heel veel mensen die daar gewoon problemen mee ondervinden. Nou ja, en laten we wel wezen, mensen die slechter been zijn. Of mensen die niet goed met hun buren kunnen omgaan. Het is gewoon een probleem. Toch is er wel begrip voor PostNL, maar dan vooral voor de bezorgers. Die jongens moeten 300 pakjes per dag rondbrengen. We denken zo hard dat ze moeten werken voor de weinig geld. Soms zijn ze te laat of kunnen arrogant zijn. Maar dat zijn meestal die echte bezorgers, weet je. Dus, maar dat komt omdat ze heel veel moeten afleveren. Ja, Gerard, dit geeft eigenlijk een nieuw beeld over de klachten. Hè? Want die hebben een duidelijke oorzaak. De werkdruk is te hoog. Nou, het is zeker een factor dat postbezorgers veel pakketjes op een dag moeten bezorgen. Ze worden in sommige gevallen per pakketje betaald. Dus dat zorgt ervoor dat ze veel haast hebben en ook graag alle pakketjes afgeven. En soms kiezen ze dan ook voor om niet helemaal de goede manier te kiezen om een pakketje te bezorgen. Dus dan gooien ze hem of in de kliko of over de schutting en ligt je bestelde laptop in de regen te verpieteren. Helemaal kapot, ja. We hebben contact met Etienne Haneveld, woordvoerder van FNV. Ja, Etienne, goedemorgen. Waarom is die werkdruk dan zo hoog? Die werkdruk is zo hoog omdat de bezorgers geld moeten verdienen. Met name de zelfstandigen. En zover wij weten maken de zelfstandigen ongeveer 160 stops per dag. Nou, als je dat uitrekent over 8 uur, praat je over 1 stop per 4 minuten. Ja, dus die moeten heel hard werken om dat geld bij elkaar te sprokkelen, omdat ze per pakketje betaald krijgen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Gerard? Ja, weet je, kijk, ze zullen hard moeten werken. We moeten allemaal hard werken, denk ik. Alleen leidt dit dus blijkbaar tot kapotte pakketjes.
Ja, maar dat is ja, ook tot kapotte pakketjes, maar dat is niet het probleem. Kijk, PostNL zegt ook, we hebben een enorme hoeveelheid pakketjes die we per dag moeten bezorgen. Daarvan bezorgen we het grootste deel op tijd. Nou, dat is zo, daar doen we ook niet kinderachtig over. We doen er ook niet kinderachtig over dat als je zulke enorme hoeveelheden moet bezorgen, dat er dan wel eens wat fout gaat. We zijn allemaal mensen, maken allemaal een fout. Of wel eens fouten. Wat dan wel? Nou, met name die klachtafhandeling. Op het moment dat ik wil klagen bij PostNL, dan zegt PostNL van joh, je moet eigenlijk bij de verzender gaan klagen. Want daarmee heb ik juridisch gezien een overeenkomst. Dat deugt niet. Want jij bent als PostNL ook wettelijk verplicht om voor ontvangers een goede klachtenregeling te hebben. Je klachtafhandeling kom ik zo meteen op terug. Gerard Etienne, waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, is hoe willen jullie dan opkomen voor die ZZP'ers als FNV? Nou ja, ik denk dat het antwoord ook ligt bij de consument. Hè? Gratis verzenden bestaat niet. Er wordt heel veel geadverteerd met bol.com dat er gratis verzonden wordt. Maar de prijs wordt wel betaald door die postbezorger. De gewone werknemer die maakt ongeveer 120, 130 stops. Praat je over, laten we zeggen, 4 minuten per stop. Alleen die zelfstandigen moeten zo keihard werken dat het eigenlijk niet te doen is. En dat heeft allemaal te maken met de prijsstelling die ook de consument kennelijk bereid is om te betalen, dat die niet goed is. De prijzen moeten iets omhoog. Kunnen de salaris iets omhoog. En daarmee hebben we ook weer goede dienstverlening. Nou ja, dat zou dus betekenen dat we als consument meer moeten gaan betalen voor het bezorgen van onze pakketjes. Ben je het daarmee eens? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik vind dat PostNL gewoon moet zorgen dat hun infrastructuur op orde is. En hoe ze dat doen, daar heb ik als consument eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Nee. PostNL heeft bijvoorbeeld rond de feestdagen laten ze weten dat ze overvallen zijn door de drukte. Hè, door de enorme hoeveelheid pakketjes die bezorgd worden. Hoe kan je nou verrast worden door een gebeurtenis als kerst? Dat is ieder jaar opnieuw. Ja. Kijk, dat je een keer wordt verrast door een regenbui, kan ik me nog voorstellen. Maar dat moet je zien aankomen. Nu is er natuurlijk inderdaad één cijfer die er nog uitspringt. Dat zijn de klachten. Over de klachtenafhandeling zelf. De klachten over de klachten. Gewoon eigenlijk humor, toch, dit? Ja, bijna wel. Als het niet zo treurig was, zou ik er inderdaad om kunnen lachen. Er zijn heel veel mensen, bijna 20%, die zijn ontevreden over de manier waarop PostNL omgaat met hun klachten. Ja. En dat zit hem vooral in het feit dat PostNL, wat ik net vertelde, je eigenlijk doorverwijst naar de verzender. Ja. Nou, dus er zijn eigenlijk genoeg redenen om voor jullie met ze om de tafel te gaan. We hebben al een korte reactie gekregen van PostNL. Die zegt namelijk het volgende. Iedere klacht is er één te veel, maar dat we de hoogste positie op het klachtenforum hebben, komt vooral door de grote hoeveelheid pakketten die wij bezorgen. Nou, het is nu aan jullie de taak om ze toch eventjes flink aan te pakken. En dan hopen we op verbetering. Dankjewel en succes. Dankjewel. In Amsterdam moeten snorfietsen vanaf 8 april op de weg in plaats van het fietspad rijden. En Gino Bronkhorst is bang dat hij dat niet overleeft en heeft een protestlied geschreven. Ik vind het gewoon gevaarlijk en ik wilde graag iets daartegen doen. En ik dacht van ja, ik kan wel bijvoorbeeld alleen maar een berichtje schrijven, maar ja, dat leeft toch een beetje minder onder de mensen dan. Dus toen kwam ik op het idee om een soort van protestlied te maken. Ik stap op mijn scooter met blauw kenteken en ik dacht te weten wat dat betekent. Geen helm op en rijden op het fietspad, 25 of 30, dat is hard zat. Ja, dieven hebben de kluis van de kinderboerderij in Oosterhout gestolen, duizenden euro's zijn kwijt. Dat kost inderdaad een hoop geld om hier de zaak draaiende te houden. En we zitten niet echt breed in ons geld. Dus ja, dit is echt een klap voor ons die ons diep in ons hart raakt. Zou we nog een oproep willen doen aan de dief? Nou ja, denk even na wat je gedaan hebt en kom alsjeblieft het spul terugbrengen. Ja, kom het spul terugbrengen. De hele video's zijn te zien in onze app. Na een roerige maand staat april alweer voor de deur, maar niet voordat Steven Brunswijk deze maand met ons komt afsluiten met zijn top 3 van wat hem opviel in het nieuws. En we beginnen met de aanslag in Utrecht. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Het is verschrikkelijk wat er die dag gebeurd is. Maar ik heb wel de boodschap aan de Nederlanders dat wat er gebeurt is daar, dat we ons daardoor niet moeten laten leiden. Want Nederland is voor mij een land, het land waarin ik opgroeide, tolerant, vrijheid van meningsuiting, overal welkom. Daar zo staan we ook bekend in de wereld. Dat the Netherlands, the Dutch are crazy people, but you guys are awesome. Zo staan we bekend in de wereld en dat moeten we vasthouden. De kernwaarden van Nederland, groen, geel, wit, zwart of welk geloof dan ook. Dat is de kracht van Nederland en daar moeten we ons wel door laten leiden. En dat is de kracht, daarom zijn we als landje zo bekend in de wereld. En daar moeten we ons door laten leiden, vind ik. Draag je dat ook uit?
Draag je dat ook uit in je theaterprogramma's of gewoon bij je buren? Nou, ik denk dat ik het uitdraag door mijn manier van zijn. Door gewoon, maar als je naar mijn carrière alleen al bekijkt, doordat ik heel veel uitspraken had. Dat kon in Nederland, dat kan in Nederland. Dat ik mezelf ben als Nederlander zijnde, een donkere jongen die Brabant spreekt. En dat kan gewoon in Nederland, zonder dat iemand dat gek vindt. Of nee, het is gewoon hartstikke leuk. En dat is een kernwaarde van Nederland, door jezelf te kunnen zijn zonder angst voor represailles of zonder die angst daarvoor. Door mezelf te kunnen zijn. En ik voel mezelf gewoon gelukkig en fijn in Nederland. En dat moet zo blijven. Wees jezelf. Nou, jouw nummer 2 gaat over iets anders, namelijk de verkiezing en dan vooral de campagnes die daaraan vooraf gingen. Ja, alles goed, alles allemaal lachen. Ja. Ja, helemaal goed. Ja, ja, dat ben ik, ja zeker. Pardon, knoflook, peterselie. Ja, dat vind ik ook mooi, hè. Ja, hier zie je gewoon, ze hebben jouw ex nodig. Ja, en als iemand je even nodig hebt, dan gaat hij even een beetje slijmen. Ja, dat is altijd in die verkiezingstijd. En ik zit soms lekker op de bank. Hè, dat was voor 20 maart. Dan zit je lekker op de bank en dan zie ik ineens Sybrand Buma voorbij komen. Hoe is het nou met u? Dan denk ik, gast, jezus, ik was een fucking serie aan het kijken, jongen. Pleur op mijn scherm. Maar ik merk gewoon dat op het moment dat jij dat iemand je nodig heeft, dan komt het. Ken je dat als je een vriend of vriendin hebt, die heb je heel lang niet gesproken. En dan belt hij ineens, hé, hey, hoe is het? En dan denk ik, oké, je belt. Hey, Jora ineens, hey, Jora. Kan ik 20 euro lenen? Dan denk ik, nee, Jora, we spreken elkaar nooit, bij wijze van spreken. Ja, dus, en nou opeens heb je iets van me nodig. En nou opeens heb je iets van me nodig. Dus. Ja, Gerard, het lijkt wel een beetje de klachtenservice bij PostNL, weet je wel. Als ze iets kunnen bezorgen, hè, dan gaat het nog goed. Dan verdienen ze geld. Maar als het niet aankomt, dan... Ja, wat wel mooi is trouwens, om nog heel even erop terug te komen. Als je nou bij PostNL een te weinig frankeerde brief krijgt, dan weten ze ineens wel te vinden als ontvanger. Nee, de hele tijd, ja, inderdaad. Dat is ook de politiek. Waar, ja. Ja, als er geld is te halen, dan weten ze wel te vinden. Ja. Maar dit dus. Dit dus, ja. Dit. Dan gaan we door naar het derde onderwerp, waar je afgelopen maand namelijk wel voor van de bank kwam. Ondanks je kaak, waardoor je lang in bed hebt moeten liggen, was de stakingsactie in Eindhoven. Waar staakt u voor? Voor een eerlijk pensioen, voor een goed pensioen en voor een pensioen op een normale leeftijd. Ze zeggen allemaal mensen worden ouder, maar 70 jaar is natuurlijk een hele leeftijd. En ik wil ook nog kunnen genieten van mijn oude dag. En niet zoals het er nu naar uitziet met een beetje een rollator op het werk te komen. Ik snap deze dame heel goed. Ja, ik snap haar. Zij wil gewoon op een normale leeftijd kunnen stoppen. En als ik naar mijn ouders kijk. Ja, met alle respect, maar mijn moeder krijgt vaak nog brieven binnen van, goh, kunt u misschien dit werk nog doen? Dan moet ik die mensen gaan bellen. Oké, okay, wat is het probleem? Ja, we zijn nog kijken of mensen nog kunnen werken. Ik zeg, die brief kunnen beter niet meer sturen. Maar wat voor werk is dat dan bijvoorbeeld? Zittend werk of zo. Of werk waarbij ze niet al te veel handelingen hoeft te verrichten. Hoe oud is je moeder dan, Steven? Mijn moeder is 62, denk ik. Begin 60 ergens. Dus mijn moeder is volgens de wet afgekeurd. Ah, ja. Dezelfde land die jij heeft afgekeurd, maar hetzelfde land die vraagt er ook van, zo ga je dit werk nog kunnen doen? Nee, ze kan het werk niet doen. Sterker nog, als ik een bedrijf heb, de laatste die ik aan zou nemen, is mijn moeder. De allerlaatste, want ze kan niet meer werken. Ik kan het bedrijf niet achterlaten bij haar, want de hele inboedel wordt geschroept omdat ze vergeet om de boel op slot te doen. Oh nee, oh. Dat is toch ook niet fijn eigenlijk. Nee, nee, daarom kan ze niks aan doen. Ze heeft de operatie aan de hersenen gehad. Oh. Dus laten onze ouderen. Die hebben heel hard gewerkt, hè, die mensen. En dan hebben ze, hoe lang heb je dan nog voordat je je luier vol gaat schijten, bij wijze van spreken? Heb je 10 jaar om jezelf te verzorgen? 10 jaar om een beetje nog te genieten van het leven. En die 10 jaar moet je nog 3 jaar daarvan doorwerken. Dan heb je 7 jaar om een beetje nog te kunnen genieten. En dan heb je ook nog eens geen geld om überhaupt te genieten. Ja, mogen we even. Ik snap helemaal wat jij daar, dat jij daar op je plek stond. Genoeg stof nog in huis. Dus wij verwachten je eind april weer terug. En dan ben ik benieuwd waar je mee gaat komen. Zeker, ja. Dankjewel. Ja, elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor onze show De Straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. Deze week is hij in bruisende Breda. Goedemorgen René, wat is jouw quote van vandaag? Goedemorgen, het is in ieder geval bruisender dan daarnet. Meneer, zou je deze quote mij willen voorlezen? Zeker. Onderzoek op de werkvloer, mannen scoren met humor en vrouwen scoren met een kort rokje. Ja, is het herkenbaar? Eigenlijk wel. Ik snap het wel. Dus, Ja, maar we moeten er niet naartoe. Nee, zeker niet. Hoe gaat dat bij u op kantoor? Ik zit eigenlijk niet op kantoor. Maar, ik heb wel op kantoor gewerkt. Ik vraag me af hoe het zou zijn als het omgedraaid zou zijn. Dus een man in een korte rokje en een vrouw die humor erover maakt. Nou, daar is de humor al. Bedankt voor je mening. Vanochtend mensen ook al mening gevraagd en die zeiden het volgende hierover.
Onderzoek op de werkvloer. Mannen scoren met humor. Vrouwen met een te kort rokje. Dat vrouwen scoren met een kort rokje, ben ik het niet mee eens. Vrouwen scoren ook met humor. Ja, wat, is dit wel herkenbaar bij u op de werkvloer? Of? Nee, ik herken het helemaal niet. Vrouwen met een te kort rokje. Ja, geloof ik wel. Ja, is het herkenbaar? Nee. Bij uw werk niet? Nee, bij ons niet. Wat vind je hiervan? Nou, dan moet ik toch zeggen dat ik met humor als vrouw ook scoor. Ja? Ja, ik heb geen kort rokje aan, zoals je ziet. Nee. Maar ik heb wel humor. Een beetje seksistisch, hè? Ja, maar is het herkenbaar? Nee, niet echt. Hoe is dat bij uw werk? Ik ken genoeg vrouwen die ontzettend humoristisch zijn. Dat het om scoren gaat, dan wel zakelijk, dan wel privé of in de relatiesfeer, dat vind ik allemaal gelijk. Ja, maar is het ook zo? Ik twijfel eventjes. Mm. Dat is altijd al zo geweest, hoor. Dus. Gerard, bij de Consumentenbond, veel korte rokjes? Of vooral voor humor? Allebei. Ja. Ja, toch maar even solliciteren. Ja, dan, nou, wou net zeggen. Ik doe je rokje aan, zou ik zeggen. Dankjewel, René, als je ons nog kan horen. Ja, en dan van korte rokjes naar de orgasmekloof. Weet jij wat het is, Jora? Nou ja, iets verschil in orgasmes tussen mannen en vrouwen, lijkt me. Ja, dat mannen veel vaker een orgasme... Ik zie Steven opeens helemaal aandachtig geluisterd. Mannen krijgen veel vaker een orgasme dan vrouwen. En dat heet orgasmekloof. En daarover ben ik even de straat op gegaan. Aha. Hoe zit het dan met jullie orgasmekloof? Nou, wel goed, denk ik. Ik denk dat iedereen wel aan bod komt eigenlijk. De orgasmekloof. Ja, als homoman heb ik daar weinig mening over. Want ik kom altijd klaar en mijn partners ook. Nou ja, kijk, voor een jongen is seks gewoon lekker omdat het heen en weer gaat. En daarvoor kan je klaarkomen. Maar bij een meisje komt echt zoveel meer bij kijken. Waar gaat het dan mis bij die andere mannen die dat niet zo goed lukt, blijkbaar? Ja, die weten gewoon niet hoe ze moeten presteren. Ik heb meelijden met de vrouwen dat ze toch wat minder goede bedpartners hebben dan in dat geval. Hoe kijk jij, Steven? Ik hoorde jou net al God zeggen. Ja, die twee gasten weten gewoon niet hoe. Als je hem ziet, dat is er eentje, 2 minuten, dan is hij klaar. Dus ik zie er eentje. Dat kan jij zien aan mensen. Ja, die praters van tevoren. Precies. 2 minuten, dan na 2 minuten begint het motortje te pruttelen. Zeg. Ja. Dat is er eentje. En jij doet er 3 minuten over en dan. Nou, beter 3 dan 2. Ja, dat is toch een minuutje langer. Maar dat zeggen. Nou, is voor mij alweer 1 te veel. Nou, even door naar iets anders. In de nieuwe Get Baked laat chef Jasper Gottlieb je zien hoe je kunt koken met cannabis en welke positieve effecten dit kan hebben op je gezondheid. In Get Baked ga ik je laten zien hoe je de lekkerste recepten met cannabis kan maken. En vandaag maak ik een kurkuma latte. Als je THC verhit, kan je daar high van worden, zoals bijvoorbeeld bij het roken van een joint. Maar THC heeft ook veel medicinale kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld het verminderen van chronische pijn, braken en misselijkheid. En dan nog even door naar Willem. Het wordt vandaag een mooie dag. Met een beetje bewolking en misschien een klein buitje. We danken onze gasten. Leuk dat jullie er waren. En we zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo.